De GCA-praktijk werkt eigenlijk anders dan een gewone huisartsenpraktijk. Bij ons is de praktijkassistente echt de voorwacht. Dus die ziet patiënten inderdaad aan de balie of even hierachter. En doet dan een hele schifting van wat moet een arts zien en wat niet. Wat deze taakverdeling voor het team betekent, is dat bijvoorbeeld het werk van de praktijkassistente eigenlijk veel interessanter is dan voor een assistent in een gewone huisartsenpraktijk. Omdat ze zelf al heel veel doet. En ook veel meer een band opbouwt met de patiënt, omdat ze zelf gewoon vaker spreekt. En denk ik ook wel meer voldoening uit hun werk haalt. En voor de praktijkverpleegkundige betekent het ook ja, dat ze medisch inhoudelijk echt interessant werk heeft. Ook wel erg veel dingen wat af moet weten. Het GCA-team verschilt eigenlijk van het team in een reguliere huisartsenpraktijk, omdat we wat meer specialistische expertise moeten hebben op het vlak van asielzoekers. Er zijn mensen uit veel verschillende landen met allemaal een andere achtergrond, trauma's, allemaal een andere lichaamsbeleving, een andere kennis en besef van ziekte en gezondheid. Maar daar moeten we mee om kunnen gaan. We moeten met de taalbarrière om kunnen gaan. We moeten ons in kunnen leven in mensen van veel verschillende achtergronden. En ook inderdaad alle ins en outs en weetjes van hoe denken mensen over ziekte en gezondheid. En wat betekent het in een Afrikaans land als je koorts krijgt bijvoorbeeld.